If you ever wonder what friends are for. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe weekvlog. Ik film zo, want er is de afgelopen paar dagen iets gebeurd. Het is vandaag namelijk woensdag. En ik heb de afgelopen dagen maandag gewerkt. Ik heb dinsdag, ben ik de kapper geweest. En is er dit gebeurd. Ik zal nog even een video of een foto in beeld laten komen van hoe mijn haar eerst was. En hoe het nu is, maar echt jongens, het is zo'n verandering. Ik ben er zo blij mee. Het was zo lang, zo lang. Het was zo lang, zo lang. Het is zo lange tijd, zo lang geweest, mijn haar. En ik heb het gisteren rood geverfd. En nou valt het nu wel redelijk mee. Maar als ik straks het zonnetje inga, jongens, ben ik echt fel rood. Dat is echt niet te doen. Ik heb gisteren mijn haar rood geverfd. Kijk, hier zie je het wel hoe fel het eigenlijk is. Naar de achterkant is mijn haar opgeschoren. Ik zal het even zo laten zien. En dat is dus in de zon super fel. Ik kan nu niet zien hoe het eruit ziet. Ik heb trouwens make-up opgedaan. Gewoon simpel een concealer, oogschaduw, mascara, wenkbrauwen en that's it. Verder lekker niks. Ik heb een koffietje. Dus wat ik zeg, afgelopen maandag heb ik dus gewerkt. En daarna de hele middag op zich hier gechilled. Ik heb de inboedel weer veranderd zoals je ziet. Dat ga ik jullie zo even laten zien. Ik heb mijn bed teruggedraaid onder de ombouw, schuin. In mijn bureau hier neergezet, omdat er toch wel een hele beperkte ruimte was in mijn kamer. En ik nu ook gewoon veel meer ruimte heb, dus dat is super fijn. En het is vandaag woensdag 27 juni en dat betekent één ding. Mijn neefje is vandaag jarig. Kevin is vandaag jarig. Die wordt 11. Is 11 vandaag. Dus wat wij gaan doen, is wij gaan zometeen richting Zuid-Beierland, waar hij woont. Kevin moet vandaag gewoon naar school toe, een ochtend. Die is als goed is rond 12:15 is die klaar. En ik ga samen met mijn opa en oma ga ik daarheen. En gaan wij daar de boel versieren, ophangen. Gezellig, leuk. Ik heb cadeautjes voor hem gekocht. Ik heb technisch Lego voor hem gekocht. En ik heb een soort, wat is het? Een soort Nerf gun, zeg maar. Een kleintje. Een klein pistooltje met pijltjes. Omdat ik niet helemaal aan de terug kwam waar ik aan zat. En een kaart. Dus dat ga ik straks natuurlijk allemaal aan hem geven. Ik wil alleen even dat pistooltje anders inpakken, want die is gescheurd. Dus die ga ik zo nog even opnieuw inpakken. Wat ik dus zeg, het is dus vandaag woensdag. Verder geen bijzondere dingen. Ik ben vanmorgen vroeg opgegaan. Ik heb een workout gedaan vanmorgen. Dat was wel eventjes lekker om dat even te doen. Het is nu inmiddels 9:30 geweest. Ik ga zo even ontbijten, dat heb ik nog niet gedaan. En daarna dan gaan we zo meteen naar... Ik ga om 9:45 weg. 9:45? Ja. Je moet nog eten. Ja, ik ga zo eten. Ik ga zo dus om 9:45 weg. En ik ga eerst nog even eten. En dan gaan we naar Kevin. En dan gaan we de opwachten, de boel nog versieren. Daarna gaan we hem halen uit school. Schimmelbrood gegeten. Oh, ba. Lekker, mijn ma heeft dus schimmelbrood gegeten. Weet ik dat ik die niet moet gaan eten zo meteen. Maar we gaan hem dus ophalen straks. Met z'n allen uit school. Weliswaar, we houden de 1,5 meter afstand. Ik ga bij mijn opa en oma in de auto. Maar ik ga weliswaar met een mondkapje op achterin zitten. Zodat er verder niks gebeurt, niks kan gebeuren. Dus jongens, we gaan kijken hoe het gaat, hoe het loopt. Ik ben in ieder geval benieuwd. We gaan in ieder geval zo richting Zuid-Beierland. En ik ga eerst ontbijten, want ik heb nog wat trek. En ook een kopje koffie. Goed, het is tijd om naar beneden te gaan. Ik ga mijn bloemetjes hier weghalen. En het raam dicht doen, want die laat ik niet openstaan als ik weg ben. Zo. Trouwens wel eventjes een leuk ding. Ik laat die gewoon lekker open. Trouwens misschien wel een leuk dingetje. Tegenwoordig ga ik niet meer met handtassen of dingen de deur uit. Maar neem ik ander soort tassen mee. Namelijk van die stoffen tassen die ik bij de HEMA heb gekocht. Van de dierencollectie. Superleuk. Ik heb een zwart-wit beneden en een bruine ligt hier, een bruinwollige. Dus daar doe ik tegenwoordig als ik ga werken mijn tasje in en dan gewoon die op mijn schouder. En dan kan ik gewoon met drinken en eten doen en klaar. Maar jongens, het zit zo leuk. Ik ben er zo blij mee. Het zit gewoon weer lekker warrig en leuk en top. Maar goed, ik ga naar beneden. Ik ga eten. Even een foto maken jongens, want het hangt. Het doek wat mijn opa en oma hebben gemaakt. Tadaa! Superleuk, binnen ook van alles.
En dat bord hebben we hier gemaakt. Dat is ook leuk. Helemaal top. We gaan zo meteen even naar school halen. Voor je kijken. Hallo? Ik ga even toestellen, ja? Huh? Oh ja. Water maar doen. Water maar doen. Even duct tapen. In het hoekje links. Links laat hij los, Klauw. Bovenin, kijk. Oh, laat ik los. Ja. Oh, laat dat weer. Cadeau in een cadeau. Hey, Ted. Yes, nee. Hey, dat ken je toch wel? Dat begint zo, hè? Dat eindigt zo. Vaak zo. Hey, die gaan lang, hè? Jongen, ik heb niet wat ze gaan doen. Oh, yo! Dit had ik nog niet. Wow! Zit er twee cadeaus! Ja! Wat is dat? Die is echt... Wow! Oh, die is een lekkere. Ja, mooi. Ja. Nee, dat zat dit in. Ik kan ook met je benen eroverheen, maar jij wil, joh. Nee, joh. Ja, maar dit ding zit los. Goed. En ik ben inmiddels weer thuis. Ik heb mijn tas klaargelegd vanmorgen. Ik heb mijn kleding klaargelegd vanmorgen. Ik ga morgen gewoon voor een grijze broek. Ik wou eerst deze broek morgen aan, maar dat gaan we niet doen. Ik ga even een ander bedeltje om mijn ketting doen. En ik heb lekker een schaaltje met druifjes mee naar boven genomen. Die ik even lekker ga opsmikkelen. En ik ga even lekker een filmpje kijken en even lekker chillen. Dus... dat is de planning voor nu. Morgen moet ik werken, dus ik wil zorgen dat alles al klaar ligt. Ik heb net al avond gegeten, ik heb pizza gegeten, dus lekker makkelijk. Dus ja, nu ga ik de druifjes opeten. Goed, het is inmiddels 9 uur of 8:30 geweest. Het is bijna... oh nee, het is net 8:45. Blijf je nou rood, serieus? Goed, in ieder geval, het is 8:55. Ik ben super moe sinds ik thuis ben. Echt, ik weet niet hoe het kan, maar ik was met Ersje natuurlijk aan het bellen en ik viel echt gewoon haast in slaap. Dat ik echt dacht van, hoe kan dat? Waarom ben ik zo moe? Dus ik heb opgehangen en ik ga lekker slapen. Dus, ik zou zeggen, ik zie jullie morgen als ik weer vroeg uit bed ga. Tot morgen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik ben wakker, het is 6:15. Ik heb mijn skincare gedaan, ik ben aangekleed. Ik moet alleen nog even make-up doen, maar ik ga eerst even koffie zetten natuurlijk. Dus dat gaan we even doen. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Het is 6:15. Ik heb mijn skincare gedaan, ik ben aangekleed. Ik moet alleen nog even make-up doen, maar ik ga eerst even koffie zetten natuurlijk. Dus dat gaan we even doen. Goed, ik ben helemaal klaar jongens en ik zei weer goed. Ik begin weer met goed, ik begin alles met goed. Oké, goed. Oh jongens, echt. Ik ben inmiddels klaar, ik ben aangekleed. Ik heb ook mijn schoenen aan en alles, make-up gedaan, dus stop. Mijn pa is ook wakker nu. We gaan even koffie drinken en dan begint hij met een stage. En dan ga ik na de stage naar fysio. En na de fysio ga ik naar huis. Dus het is even een ommetje. Ik neem de camera. Zal ik hem meenemen? Ja, ik neem hem gewoon lekker mee. Ik doe hem gewoon lekker in mijn tas. Dus ik zie jullie vanmiddag. Goed jongens, ik ben klaar met werken. Ik heb mijn jasje lekker in mijn tas gedaan. Ik ga even appelsapje drinken. Ik ga jullie heel even hier neerzetten. Super lekker gewerkt vandaag. Het is echt een leuk dagje. Een leuk team. Ik mocht eerder weg in verband met de visio. Want ik had dus een fout gemaakt. Ik heb dus gezegd dat ik om 12 uur naar de visio kon. Terwijl ik om 12 uur klaar was met werken. Dus nu mocht ik eerder weggaan. Dus dat is top. Ik heb trouwens dit linnen tasje. Of een soort stoffen tasje bij me. Als ik ga werken. Want ja, meer heb ik toch niet nodig. Dus ja. Het is helemaal top. Ik kom natuurlijk oude bekenden tegen van Villa 2, waar ik stage heb gelopen.
Dus dat is ook leuk. Maar goed, ik ga nu lopen naar de fysio. Dus een stukje lopen. Maar joh, het is lekker weer. Ik ben op tijd weggegaan, dus dat is helemaal top. En daarna gaan we lekker chillen thuis. Morgen en vrij en zaterdag moet ik weer. Dus het zijn wel lekkere ochtenden zo. Goed jongens, je ziet dat mijn haar nu wel heel erg rood is. Maar ik heb lekker gedoucht. Ik ben half aangekleed, half nog niet. Ik heb net even bodycreme zo ingesmeerd. Maar ik ben dus gewoon aan het bellen. Terwijl ik daar onder de douche stond. Dus ik kon het niet zien, maar alsnog. Het was wel humor. Ik zie trouwens dat mijn haar hier bruin is gebleven. Ik heb hier een stuk gemist. Oh. En hier ook trouwens. Zonde. Mag, maar niet uit. Is ook bruin. Oh, zo erg. Gewoon de helft gemist. Kleine handen pakken. Ik heb dus zojuist lekker gedoucht. Ik ben inmiddels lekker thuis en lekker gechilled en al. En ja. Oh, mijn haar is echt rood. Oh, jeetje. Oh, dit is echt niet te doen. Jemig. Vanaf de vlogcamera, vanaf die kant, hè, is het veel rood. Oh, joh. Echt. Ja, waarom eigenlijk ook alweer? Laat staan als het nog meer droog is. Kijk dan. Ja, ik vind het nog steeds wel leuk. Ja. Daar. Hier. Jullie neem ik mee. En hun neem ik ook mee. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag, jongens. En ik ben wakker. Ik ben aangekleed. Het is 6:10. Ik heb 6 uur mijn wekker gezet. Dat betekent dat ik binnen 10 minuten helemaal klaar was. Ik heb alles klaargelegd. Dus het was echt gewoon alleen maar pakken. Snel wassen. Even aankleden. Make-upje erop smeren. Ik heb een heel simpel make-up op. Echt het meest simpele ever. En ik ga nu naar beneden. Ik ga koffie zetten. De zon begint al door te komen buiten, jongens. Dat is wel echt top. Ik werk vandaag tot 11. Dus dat is wel lekker. Lekker kort ochtendje. En morgen werk ik tot 12. Dus dat is top. In ieder geval ga ik nu weer. Nou, ik werk hoezo? Nee, nog niet. Nog even eerst koffie drinken. Even rustig wakker worden, want ik ben echt gelijk mijn bed uit. Ik heb echt super goed geslapen, super vast. Dus stop, alleen ik slaap nog. Dus ik ga gewoon mijn spullen doen. En dan ga ik naar beneden. Tot vanmiddag. Goed, ik zit even op het toilet. Ik heb niet heel erg veel te doen. En ik dacht, ik ga even mijn tas switchen. Want ik had deze tas vandaag bij, maar die rits is kapot. Dus ik heb daar hier nu niks aan. Ik had er niet meer dicht. Dus ik heb dit kleine tasje gepakt. Voor het werk. Om gewoon de dingen in te doen die ik nodig heb. En de rest lekker thuis te laten. Aangezien ik toch niks te doen heb op het toilet. En ik lekker aan het rustig aan het zitten ben. Deze moet weg. Dit zijn oortjes die moeten in dat zakje. Samen met de oplaadkabel. Nee, ik zit altijd lekker op mijn gemak op het toilet. Omdat ik al moeilijk kan. En vaak zit ik met mijn telefoon. Die ligt hier ook trouwens ook voor mijn neus hoor. Dus vaak zit ik ook wel op mijn telefoon. Maar ik dacht, weet je, ik heb toch niet zo heel veel te doen. Ik ga gewoon even mijn tas in en uitpakken. Ik ben trouwens terug van werk. Ik had op zich een goede dag vandaag. Het was alleen een beetje gek, want er was iemand ziek. Dus ik moest in één keer een andere dienst draaien. Wel dezelfde tijd. En ik ben er dus achter gekomen dat ik zondag ook moest werken. Dat had ik helemaal niet door. Dus ik moet het hele weekend. Dus ik moet morgen, ik moet zondag en ik moet maandag. Nou vind ik dat niet heel erg, want het zijn mijn ochtendjes. Maar ik had het dus niet in de gaten en het dus ook niet verwacht. Dus dat vond ik wel een beetje vervelend. Maar goed, wat ik zeg, het maakt niet zo heel veel uit of ik nu langer of niet langer moet. Uiteindelijk moet ik toch. Maar goed, wat ik zeg, ik heb daar niet zoveel moeite mee of zo. Het doet me niet zo heel veel. Ik vind het allemaal prima, het maakt me niet zo uit. Dus dat is alleen maar mooi. Ik heb hier trouwens nog los geld in mijn tas zitten, maar ik weet niet wat ik daarmee moet. Ik heb namelijk nooit een portemonnee, maar een pasje zakken. Maar in ieder geval, het tasje is dus ingepakt, dus die neem ik zo mee naar mijn kamer toe. En ondertussen blijf ik hier nog even lekker chillen op het toilet. En ga ik lekker nog een filmpje kijken of iets zometeen.
Dus dat is top. Maar nou, morgen moet ik dus werken en zondag dus ook in de ochtend. Maar op zich vind ik niet erg, want ik ben toch altijd heel vroeg wakker. En het is maar tot 12. Dus ik mag niet klagen. Goed, ik ben inmiddels lekker aan het chillen. Ik heb net avond gegeten. Ik heb heerlijke pasta gegeten. Ik weet trouwens niet hoeveel iets tussen mijn tanden zit. Ja. Ik krijg het niet weg. Het zit hier. Let er niet op. Ik heb zojuist avond gegeten. Ik heb lekker pasta op. En ik ben nu lekker aan het chillen. Ik heb namelijk mijn kussen lekker hier gezet. En ik ben nu lekker van plan om even een paar YouTube video's te kijken. Lekker te chillen. Ik ga zo lekker mijn make-up eraf halen. Lekker omkleden. Het is namelijk 5:50. En ik wil gewoon al lekker helemaal omgekleed en comfy zijn. Om zo meteen te gaan slapen. Ik wil op tijd gaan slapen. Ik heb vannacht heel goed geslapen. De afgelopen nacht daarvoor ook. Dus ik hoop dat ik morgen ook goed kan slapen. Of tenminste vannacht. Het zou heel fijn zijn. Ik slaap best wel oké. De laatste tijd, het valt me wel mee. Als ik echt goed op tijd ga slapen, is er niet zo heel veel aan de hand. Ik twijfel een beetje of ik deze vlog ga doortrekken. Of dat ik een aparte weekendvlog ervan maak. Ja, want ik moet natuurlijk gewoon ook werken het komende weekend. Dus er zal niet zo heel veel gebeuren. Ik denk dat ik toch nog een aparte weekendvlog doe. Omdat ik niet weet wat er verder allemaal gaat gebeuren het weekend. Ja, het zal gewoon een iets mindere vlog worden dan. Dus mochten jullie komende zaterdag kijken en denken van, joh, wat slaat het op? Wat is het voor vlog? Ik moest ook gewoon werken, jongens. Dus ja, hou daar rekening mee. Het kan best zo zijn dat het komende zaterdag zo gaat zijn. Ik moet dus nog 3 dagen werken. Ik moet vrijdag nog werken, of zaterdag nog werken, morgen dus. Ik moet overmorgen zondag werken. En ik moet de dag daarna maandag werken, maar dat is alweer een nieuwe weekvlog. Dan heb ik 4 dagen vrij en dan moet ik zaterdag en zondag weer. Dus dat is ergens ook wel lekker. En wat ik zeg, het zijn maar ochtendjes, dus je hoort mij echt niet klagen. Ik vind het echt heerlijk. Dus ja, dat eigenlijk. Ik ga nu lekker mijn gemakje houden. En een YouTube video kijken. Goed, inmiddels heb ik me lekker omgekleed. En heb ik mijn wenkbrauwen geverfd. Tenminste, ben ik ze aan het verven. Dit is een wenkbrauwverf van de Kruid. Want normaal gebruik ik gewoon het verfpakketje van de Action. Maar ik heb nu dus dit. En dat is heel raar, want dit is gewoon een soort pen. Wacht, ik ga het jullie laten zien. Dat is echt best wel apart. Ik heb dit nog nooit gezien, dat dit ook wenkbrauwverf is. Het is gewoon een soort wenkbrauwen gel potje. Maar het is dus gewoon een soort kwastje waarmee je dus je wenkbrauw verft. Wat ik nu dus heb gedaan. Ik hoop dat ik het goed doe. Ik weet niet hoe lang dit blijft zitten. Of het lang blijft zitten. Of het überhaupt eruit ziet. Of dat ik er straks bij loop met een paar dikke zwarte wenkbrauwen. Dat zou echt super naar zijn, want ik moet morgen werken. Dus dat zou echt niet leuk zijn gewoon. Maar goed, ja, ik hoop dat het goed komt. En als het niet goed komt, dan loop ik er morgen zo bij. Dat zou echt niet leuk zijn. Maar goed, we gaan het nemen. Ik ben trouwens mijn maskers aan het zoeken. Oh, hier. Ja, die zocht ik. Helemaal achter. Hé. Hey. Hier is mijn andere verfsetje. Oh, dat is zwart. Nee. Nee, maar die was leeg. Maar ik dacht dat ik hem had weggegooid. Maar ik wist niet hoe de doosje eruit zag. Maar, dat is zwart. Dus laat ik die maar niet voor jou gebruiken. Oh, maar in ieder geval. Ik ga dus even gauw een maskertje opdoen. Het is niet goed. Het is een moddermasker en ik heb een droge huid. En een moddermasker is juist om je huid uit te drogen. Maar ik heb even geen ander masker in huis. Dus ik ga deze gewoon gebruiken. En dan kijken wat er gebeurt. Waarschijnlijk loop ik er morgen helemaal als een tomaatje bij met zwarte wenkbrauwen. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga even een maskertje op doen. Goed, lieve mensen. Het masker is eraf. De wenkbrauwenverf is eraf. Ik ben er wel blij mee eigenlijk. Maar de tijd is gekomen dat ik ga afsluiten. En ga slapen. Ik ben moe. Ik ga lekker slapen. De dag is mooi geweest. Morgen weer vroeg op. Dus bedankt voor het kijken van deze video. Een duimpje omhoog. En ik zie jullie zaterdag weer bij een nieuwe weekendvlog. Doeg!